Hij doet het. We zijn live op Facebook, jongens. Oké, welkom. Een goede avond, welkom bij Topnames. Normaal gesproken altijd vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Vandaag vanuit de loods in Durgerdam. Ja, goedenavond allemaal, want we hebben maar één camera. Dus als je niet zo knorrig, begin eens, Tekel. Kom op. Jij bent een. Zwitser is bij jou. Dus je kan jezelf zoveel mogelijk in beeld zetten als je maar wil. Dus dat is helemaal goed. Hey, speciale uitzending. We zitten op een speciale plek. En deze week, waarin iedereen zoveel mogelijk thuis moet werken, dachten we, nou laten we dat dus ook met de techniek van een nieuwe techniek gaan doen. We besteden altijd aandacht aan start-ups, ondernemers uit Nederland. We hebben een heel rijtje hier klaarstaan. En de techniek waar we mee werken is van Riverside FM. En Nadav, jij bent daar een van de twee co-founders van. Ik zal misschien eventjes de gasten allemaal even voorstellen. Dan gaan we daar zo direct verder op in. Anouk, jij bent van de Voorleeshoek. Ja. Een plek waar ouders hun kinderen voor het scherm kunnen zetten, zodat ze mooie verhalen te horen krijgen. Lijkt me vrij belangrijk in deze tijd. Jantine van Dropper. Jullie bezorgen maaltijden thuis. We gaan zo direct kijken of men dat in Groningen massaal doet. Mark Vletter, jouw specialisme. Je hebt meerdere specialismen, maar je bedrijf doet eigenlijk in telecom. Telecom via internet. En je hebt ook nog eens een bedrijf waar veel mensen op afstand werken. Dus ook daar zullen we het zo direct over hebben. En in de tijd waarin ouders een belangrijke rol moeten spelen bij het lesgeven, het taken wellicht van de school overnemen. Marnix, jij bent van Sudoku en hebt daar veel over te vertellen. Laten we even bij de gastheer, waar de techniek vandaan is, beginnen. Nadav, jullie zijn, denk ik, 1 of 2 weken geleden eigenlijk echt van start gegaan, volgens mij. Ja, video startup. Wat jullie doen is, jullie belofte is eigenlijk, we zitten hier naar mensen in video te kijken, maar eigenlijk zeggen jullie, wij hebben een platform, een podcastplatform, waarin je gasten kan laten inbellen. Dus die functionaliteit hebben we er nu niet helemaal in zitten, maar dat kan normaal gesproken ook. En die video erbij, dat is naar keuze. Hè? Wil je video wel of niet gebruiken? Maar het idee was in eerste instantie op zijn minst podcastplatform, interactief podcastplatform. Ja. Hoe is het voor jou? Laten we gewoon even de laatste week pakken. Want je was toen al begonnen. Hoe is voor jou deze afgelopen week gegaan? Ja, het is gekkenhuis. We zijn inderdaad 2 weken geleden, hebben we officieel dan gelanceerd. Daarvoor wel beta-testen gedaan. Maar sinds corona, iedereen wil nu zijn podcast op afstand opnemen. En we hebben natuurlijk ook het live element. En heel veel mensen zitten de hele dag door nu op social media. Dus het is eigenlijk voor ons gekkenhuis nu. Ik zit de hele dag door demos te geven aan mensen. En het gaat goed. Dus op zich voor ons is corona zakelijk gezien gunstig. Maar natuurlijk minder leuk voor wat al het andere betreft. Nou, vertel eens, wat voor toepassingen zie je? Wat zie je mensen er nu mee doen? Wat ze wellicht niet gedaan hadden? Nou, ik had vandaag iemand van de NFL die dan een online talkshow wil gaan doen op Twitter. Dus dat betekent, dan gaan ze meerdere mensen kunnen inbellen. En dan kunnen ze op Twitter mensen die kijken naar de stream kunnen dan inbellen en deelnemen aan de stream. En bijvoorbeeld dan deelt hij ook zijn scherm. Dus dan kan hij fragmenten laten zien op ons met ons systeem. Dus het is echt een soort van online talkshow op die manier. En we hebben ook gewoon heel veel. Even voor de vorm voor jullie. Want nu lijkt het alsof ik een beetje van tafel ben geschoven. Maar we kijken tegelijkertijd op Facebook. En daar is het wel het beeld breder. Ja, klopt. Dus moet iedereen nog aan allebei zitten, snap je? Dus, exact. Maar dat je niet... weerhouden. Wat heb jij geleerd van bijvoorbeeld zeg maar schaalbaar maken van je dienst als je ineens net begint en veel mensen gaan het gebruiken? Nou, we hebben al hiervoor ook al hebben een ander platform gehad. Dus wat dat betreft hebben we al veel ervaring met de schalen ervan. Dus op zich, we maken gebruik van WebRTC en dat is een heel schaalbare technologie die het maakt niet uit hoeveel mensen kijken, die kwaliteit blijft hetzelfde, omdat we hebben ook En nu op Facebook ongelimiteerd mensen kunnen kijken. Dus op zich maakt het niet uit hoeveel mensen kijken. De kwaliteit blijft hetzelfde. Ja. Hey, noem dat nog eens, die techniek waar je gebruik van maakt. Want dat is iets fundamenteel anders dan dat je video hosting doet via Amazon of dat soort partijen, begrijp ik.
Nou, het is vooral WebRTC, dat betekent peer-to-peer. Dus dan betekent, er is niet iemand, als ik met jullie nu aan het praten ben, dus Ja, exact. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel live shows nu over corona. Mensen die zitten de hele dag door op social media, dus iedereen wil de hele tijd echt met elkaar online zijn. Dus we zien heel veel live shows over corona, podcasts over corona. Dus het is een hele rare tijd voor ons. Ja, Anouk, even over jou, de voorleeshoek. Wat doen jullie? Wat doen we? We maken voorleesfilmpjes voor kinderen. Voor kinderen van 0 tot 10 jaar. En we hebben 600 voorleesfilmpjes online staan. We worden allemaal ondersteund door de print van boek en klassieke muziek. Dat was normaal gesproken, werd er altijd gewoon gebruik van gemaakt. Maar dat is nu vrij heftig ineens, moet ik zeggen. Ja, geef eens een getal. Waar moeten we dan aan denken? Nou ja, vanavond hebben we 10.000 aanmeldingen nu binnen in 2 dagen. Wow. En hoeveel had je er daarvoor? Ja, nou ja, daarvoor werkten we gewoon samen met de bibliotheek. Dus ze konden daar via de bibliotheek gratis inloggen. Dus daar heb ik niet de exacte cijfers van. Maar deze krankzinnigheid in 2 dagen tijd. Totaal niet. Hoe hebben mensen jullie gevonden? Nou, ik had eigenlijk een berichtje gemaakt via social media. En dat is zo extreem veel gedeeld. En veel partijen kennen ons al. Dus we staan in heel veel nieuwsbrieven. En we hebben naar de 7000 scholen gestuurd. Die hebben dat allemaal ook weer in een nieuwsbrief gezet. Dus zo verspreidt zich vrij snel, moet ik zeggen. Hey, wij zien overal de afgelopen 2 dagen op internet, sinds de scholen dicht zijn, ontstaan overal in alle appgroepjes platformen van hoe je je kinderen thuis les moet geven. Ja. En ze worden heel creatief. Er worden ongelooflijk veel nieuwe dingen bedacht en gedeeld. Zie jij de enorme toeloop bij jullie platform nu ook vanuit dat perspectief? Mensen zoeken gewoon dat dingen om hun kinderen te laten doen, zoals toch, of niet? Mensen zijn echt aan het zoeken. En er is wel vrij veel. En veel partijen waar ik ook mee samenwerk, die bieden het ook allemaal gratis aan. We helpen elkaar denk ik allemaal ook wel een beetje daarmee. Iedereen promoot elkaar heel erg. En er wordt heel veel gedeeld. En vooral heel veel dingen voor thuis. Want ze zijn nu ook wel een beetje sceptisch over buitenspelen. Dus nu komen heel veel mensen met ideeën voor bewegend leren binnen. En voor taal wordt de voorleeshoek gelukkig wel genoemd. Dus dat is fijn. En kunnen mensen gratis er gebruik van maken. Ja. Maar ik neem aan dat dat voor jou een kennismakingsidee is. Want hiervoor moesten ze betalen. Ja, normaal betalen ze €4 per maand. Dus nu kunnen ze 3 weken gratis kijken. Daarna ga ik het natuurlijk aanbieden met een korting. Vooral voor de scholen. Want ze kunnen het via de bibliotheek altijd al gratis bekijken. Maar soms een beetje gedoe. Want moeten ze inloggen met hun eigen bibliotheekpas. Weet ze de inlog weer niet. En nu hebben ze in 1 keer krijgen ze de inlog toegestuurd. Dus dan is voor mensen toch de drempel wat minder groot. Om je zo gemakkelijk aan te melden. Ja. Hey, is jullie ambitie Nederland of zijn jullie ook in het buitenland actief? Nee, ook in het buitenland. Dus we hebben de Reading Corner in Amerika. Daarvoor zijn we nu ook eigenlijk druk bezig dat het platform binnenkort zo goed mogelijk staat. Dat we daar ook het kunnen starten. Want we zitten daar nu alleen nog bij de kabelaar. Dus bij Comcast en bij Cox. Hey, ik heb een voorstelrondje gedaan. Maar ik realiseer me ineens dat ik toch eentje helemaal vergeten ben voor te stellen. Johan Schaap die zegt, ja, ik zit altijd op de achtergrond. Maar hij is nu zonder dat hij wilde op de voorgrond gedwongen. Johan, het is een experiment. Hier ging iets heel erg mis. Ja. Tegen dank is die in beeld. Ja, want jij mag je computer niet uitzetten, Johan. Want dan houdt de hele uitzending. Ik durf helemaal nergens aan te zitten. Nee. Jantine, jij bent van Dropper. Een bezorgdienst van maaltijden. Schets jij jullie laatste dagen eens afgelopen week eens. Ja, het is gewoon echt bizar. Sinds de maatregelen bekend zijn geworden, worden we echt plat gebeld, gemaild, gechat van de restaurants die willen aanmelden, van couriers die bij ons willen werken. Je kan het gek niet bedenken. Dus ja, we hebben in 24 uur 10 restaurants online gezet. Dat is best veel. Dat is heel veel. En we hebben echt tientallen aanmeldingen van verzenders tot restaurants. Kansen zien. Jullie bezorgen eten naar huis. Dat is wat jullie doen? Ja, we bezorgen eten thuis.
Ik bezorg ook pakketten, boodschappen, maaltijden, wc-papier als het moet. Je kan het gek bedenken. Er wordt heel veel gevraagd. Niet bezorgen of drugs, maar dat doen we nog even niet. Maar vooral veel maaltijden. En hebben jullie nog extra voorzorgsmaatregelen? Ja, we hebben echt een heel coronaprotocol over hoe je in bezorging aflevert. Dat je je tas voor de deur neerzet. De klant haalt zelf het eten eruit. Dus daar hebben we wel over nagedacht, ja. Hey, zijn jullie meer gaan rondbrengen de afgelopen dagen? Want jullie zijn wel begonnen, toch? Als alleen een dienst voor restaurants. In 2016 zijn we begonnen als Foodrop, waarin we al echt een dienstverlener waren. En nu zijn we sinds anderhalf jaar heel druk bezig met Dropper. En Dropper is echt een platform dat couriers aan verzenders koppelt. Dus dat zijn zelfstandige couriers en verzenders die elkaar daarin vinden. Dus ja, we zijn echt een platform waar je alles in de last mile mee kan doen. Dus wat ik al zei, pakketten en wijn, bloemen, eten. Groningen heeft een aantal jaar geleden de Green Deal gesloten. Wat betekent dat al het vervoer binnen een paar jaar volledig groen in het centrum moet komen. En daar speelt Dropper gewoon een hele belangrijke rol op dit moment. Thanks Mark. Ja, wat wij ook heel erg belangrijk vinden is dat wat er al is, dat we dat breder in gaan zetten. Dus je hebt al heel veel bezorgers met heel veel couriers. Heel veel bezorgrestaurants die hebben eigen couriers bijvoorbeeld. Er zijn al heel veel fietscouriers. Waarom zouden wij nog weer een dienst daaraan toevoegen? In plaats van dat we gebruik maken van wat er al is. Dus we proberen nu bezorgrestaurants met eigen teams in te zetten voor andere restaurants. Dus stel je voor, je bent een heel hoogwaardig restaurant en je bezorgt nu niet. Dan kan je als ware gebruik maken van de couriers van je collega's. Dus dan zet je breder in wat er is. Ja, dat klinkt heel mooi en heel logisch. Wat zijn de belemmeringen daarin? Want over het algemeen zie je ook dat diensten concurreren, juist op het punt van de bezorging, op snelheid, op nauwkeurigheid, op punctualiteit, op serviceniveau. Ja. Dus de bereidheid om te delen is misschien niet altijd vanzelfsprekend hier. Nou ja, kijk, stel je als je een Domino's tegen een New York Pizza tegen elkaar aanzet, ja, dat wordt misschien wat lastig. Maar een restaurant die nu geen eigen bezorgers heeft, die wil heel graag wel bezorgen. Nou, op deze manier kan je supersnel schalen. Noem een dorp, noem een stad. En wij, als we het platform daar neerleggen, dan kan elk willekeurig restaurant gekoppeld worden aan elke willekeurige bezorger. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk al een hele kleine lokale loop elkaar ook kan gaan helpen. Ja, dat moet nu exploderen. Ja, het is echt bizar. Erwin zei het al, wij zitten hier in Amsterdam-Noord. Alle restaurants, alles is dicht in het hele land. Ja. Ik zie in de appgroep hier in Noord dat alle restaurants gaan bezorgen. En dat ze echt totaal niet weten hoe ze de logistiek moeten oplossen. Nee, en dat is dus waar bijvoorbeeld als je kijkt naar een thuiszorg of naar een delivery. Kijk, zij hebben hun eigen couriers. En wij proberen juist de couriers van restaurants in te zetten. En je ziet ook dat heel veel restaurants die wel eigen bezorgers hebben. Ja, die hebben ook mensen over nu. Bijvoorbeeld ook een hele bedrijf die events organiseren, hebben gigantisch veel mensen over. En die kunnen wij nu veel breder inzetten. Ja, ja. Gaaf hoor. Ja, dat is echt heel tof. Mark, Voice, telecombedrijf, zei ik al. Heeft deze geschiedenis, deze actualiteit impact op jullie bedrijf? Nou, even voor de beeldvorming. Op een reguliere dag, nee, af. Wij waren van plan om te gaan thuiswerken om het experiment maandag te draaien. En toen werden deze maatregelen aangekondigd. Op vrijdag hebben we net zoveel telefonieverkeer in ons callcenter gehad. Bij onze collega's. Als we normaliter in een week hebben. Dus in één dag deden we het verkeer van een week. We zagen een stijging van ongeveer 400%. En in de afgelopen twee dagen zien we, ik zat net even cijfers erbij gepakt. Zien we 18% groei van het piekverkeer. Dus het aantal gesprekken wat simultaan op ons netwerk staat, stond afgelopen maandag op de piek, stond dat op 6500 gesprekken. Dan zijn er 6500 mensen gewoon tegelijkertijd aan het bellen op dat moment. Dat is een stijging van 18%. En dat zag je ook terug bij de andere telecomoperators. Eigenlijk alle cloud-dienstverleners zagen een stijging van rond de 20% op hun netwerk, met ook de benodigde problemen van dien. KPN had maandag even een storing en ook een aantal van de andere telcos hebben er even uitgelegen. Gelukkig is dat grotendeels virtueel tegenwoordig. Ja, gelukkig is het grotendeels virtueel tegenwoordig. Dus je kunt veel makkelijker opschakelen. En ook wij bijvoorbeeld een WebRTC-client. RTC staat voor Real-Time Communication. Dus dat gebruik je niet alleen voor video, maar ook voor audio. En wat wij doen, wij vertalen eigenlijk het telefonieprotocol naar WebRTC. En vervolgens kunnen we tegen een nog hogere kwaliteit bellen over het internet. En daar hebben we vandaag een toename gezien. Ik wil heel snel spreken. 25% meer klanten op alleen die tool al. Dus dat is echt geëxplodeerd, wat Jantien eigenlijk ook al zei. Ja. Hey Mark, hoe kijk jij daarnaar even één abstractieniveau hoger? Want het is natuurlijk voor je bedrijf super gaaf dat je het aan kunt en dat het zo goed gaat. Maar wat ik eigenlijk bedoel is,
Ik had het er vanmiddag met iemand over die zei van ja, we zullen deze crisis ons ook herinneren als het moment dat iedereen die nog niet digitaal en virtueel was, gedwongen digitaal en virtueel ging. En daar dus ook nu misschien ook voordelen van in gaat zien en gewoon daarmee moet leren werken. Ja. Ja, je gaat een aantal dingen zien. Ten eerste gaat zien dat thuiswerken veel efficiënter is. Want dat is in de praktijk nou eenmaal vaak zo. Dus heel veel bedrijven gaan erachter komen, hey, dit werkt best wel aardig. Je gaat een enorme move naar de cloud zien in een heel rap tempo. En ik denk ook wel dat we een aantal politieke maatregelen kunnen gebruiken. Er zijn wat maatregelen voor thuiswerken in de Nederlandse wet. Maar bijvoorbeeld, er zijn ook een aantal beperkende maatregelen, waardoor het eigenlijk in de werkkostenregeling valt, waarmee de 80% belasting over moet betalen. Nou, dat soort dingen worden nu wel heel duidelijk hoe ontzettend onzinnig die zijn als je goed werkgeverschap op dit soort wil betrachten, wat wettelijk nog eens vastgelegd ook. Dus ook politiek zal er het een en ander in beweging komen. Het grappige is, ik had van een vriend van aan de telefoon, en die zegt, alle dingen die vroeger in onze organisatie niet mogelijk waren, uit en boze waren, die worden in één keer, wordt het allemaal mogelijk. Dus onder druk wordt werkelijk alles vloeibaar. En ook in het onderwijs zie je dat. Ik zie vandaag fantastische. Ik heb 3 kinderen. Nou, die hebben tot nu toe nog fantastische les gehad iedere dag. Dus daar hadden we ook al geoefend met. We hebben een tijd in Afrika gewoond. Dus hebben we ook thuis les gegeven. Mag ik daar even op inhaken? Natuurlijk. Ik denk oprecht ook dat zeg maar, we nooit meer teruggaan naar hoe het vorige week dinsdag was. Ik bedoel, als je kijkt naar de gigantische ommezwaai van iedereen die nog conservatief vast zat in. Ik doe het al jaren op deze manier en ik ga het niet anders. Die is nu om en die gaat nooit meer terug. Ieder bedrijf wat zich ook niet nu aanpast, die bestaat gewoon straks. Nee, die bestaat niet meer. Op je businessmodel verandert het of je bestaat niet. Ik wil het ook heel graag onderschrijven. Mijn partner die werkt in de medische wereld. Een wereld die traditioneel het best moeilijk heeft met virtuele cloud platformen en digitalisering. Ook vanwege privacy zorgen en dat soort dingen. En een beetje een conservatieve inslag. Ja, iedereen moet gewoon. Ze zitten allemaal. Er komen opeens videospreekuren, ze vergaderen via platformen, noem maar op. Dus inderdaad, onder druk wordt alles vloeibaar. We hadden ook nog een gast willen hebben vanuit de zorg, omdat er weer geen speelt. Maar juist de 2 gasten die ik benaderd had ervoor, die waren, moesten gewoon cancelen. Dat was gewoon te druk. Echt een online huisartsen spreekuur en beter dichtbij van Godfried Bogaars. Die zeiden, met liefde wil ik het doen, maar het lukt gewoon niet. Ik moet gewoon zelf meehelpen. Ja, daarom hou ik zeker gewoon een beetje gezelschap, weet je wel. Zijn vrouw is er zelden en dan kom ik daar een beetje aan bouwen. Dat is gelijk. Het rondje nog even afmaken. We gaan daarna maken het rond de tafelgesprek verder. Wat Marnix, Studoku, onderwijs op afstand. We lezen, en als je op Instagram en dat soort dingen kijkt, zie je alle mensen met kinderen die hun schema's op de muur delen. En hoe laat ze de lunch hebben, hoe laat ze mogen spelen, hoe laat ze moeten leren. Ik kwam gisteren een vriend van mij tegen en die was met zijn vrouw hetzelfde aan het proberen. Maar hij zei toch, ik zet ze toch om 1 uur voor de televisie. Of misschien voor de voorlezing. Want om de hele dag daarmee bezig te zijn, ga ik ook niet trekken. Eerst even kort wat jullie doen. Ja, wij bieden een platform aan voor studenten om kennis met elkaar te delen. Komt er eigenlijk in het kort neer op. Je hoort me niet? Ik wel. Okay. Mooi. Ik ook. Studenten delen in samenvattingen, college aantekeningen, eigenlijk alles wat nuttig is om je voor te bereiden voor tentamens of gewoon voor je studie, dat kun je bij ons delen. Wij zorgen ervoor dat de kwaliteit goed is en dat we alles mooi ordenen, waardoor studenten in een paar kliks of in een search en 1 keer het document vinden wat nuttig is om voor te bereiden voor de tentamens. We deden dit altijd in Nederland en dat nog steeds, maar zijn al een aantal jaar actief in het buitenland. En vandaar dat ook erg interessant is om te zien nu hoe corona de impact heeft op onze business. Dat je in verschillende landen zie je het compleet andere resultaten terugkomen qua gebruik. Waar in eerste instantie, zodra de landen dicht gingen of universiteiten dicht gingen, zie je dat alle studenten denken, prima, ik ga lekker chillen. Er wordt helemaal niks meer gestudeerd, dus je ziet het echt naar beneden klappen. Dus dan begin je zorg te maken. Maar zodra ook alweer duidelijk wordt, van de tentamens gaan wel degelijk door, paf, schiet alles weer meteen omhoog en nog erger ook. Beter, laat ik het zo zeggen. Want neem Italië, die loopt natuurlijk eigenlijk voorop hier. Daar zijn we al een aantal jaar actief, dus ongeveer iets meer dan 1 miljoen studenten gebruiken ons daar per maand.
Daar ging het in eerste instantie met 40% naar beneden. Maar nu groeien we, waar we normaal gesproken 50% daar nog groeien jaar voor jaar, groeien we nu 120% jaar voor jaar. Dus het is er wel degelijk een flinke toename. En ergens ook wel logisch, want wij zijn natuurlijk het platform waar eigenlijk grote collegezalen vol zitten met studenten en elkaar niet allemaal kennen, maar toch de kennis met elkaar willen delen, of in ieder geval gebruik maken van elkaars kennis. Maar nu je elkaar helemaal niet meer spreekt, is eigenlijk het enige medium wat je kan gebruiken is natuurlijk het internet. En dan kom je al gauw bij ons terecht. Ja, hey, toen het naar beneden kelderde daar in Italië, wat dacht je toen? Gelukkig zitten wij op een abonnementsmodel, dus we hadden niet meteen zorgen. Maar je zit wel van, oké, als dit lang aanhoudt, gaan mensen natuurlijk stopzetten. En dat is iets wat je niet wil hebben. Dan begin je een beetje te vrezen. Maar ja, je kan er weinig aan doen, dat is het vooral. We hebben veel verschillende landen gelukkig, dus bij één land vallen we niet om. Maar je moet, het was wel even spannend. Maar het lijkt er nu eerder op dat het positief gaat uitwerken voor ons. Zie je nou nog kansen dat je denkt, ik ga extra inzetten op nog veel meer studiemateriaal aanbieden, misschien nieuw materiaal aanbieden, omdat gewoon een deel van colleges überhaupt gewoon alleen maar online gedaan worden? Ja, we willen ons eigenlijk niet mengen echt in het onderwijs zelf. Dus we willen ons niet aanbieden als onderwijsgever, echt meer als facilitator altijd blijven. Maar we merken wel natuurlijk dat als er geen colleges meer zijn en alles is online wellicht of nog niet, willen we wel gewoon de studenten kunnen helpen. En het enige manier hoe wij ze nog beter kunnen helpen is in principe door geen geld vragen natuurlijk, maar de business moet ook nog runnen. Maar voor de rest is het vooral belangrijk dat er nog meer content gedeeld wordt. Sowieso wordt er veel te weinig gedeeld. Als je nadenkt hoeveel documenten er per dag door studenten worden gemaakt, dan is onze database van een aantal miljoen documenten echt nog niks. Want het zijn er zo'n miljard per jaar die gecreëerd worden. Maar wij stimuleren nu studenten wel om het meer te delen. En dat doen we door waar we normaal gesproken premium toegang geven tot het platform als je iets, als je kennis deelt, dus een document deelt, geven we nu de dubbele reward ervoor. Dus je krijgt nu twee keer zoveel toegang voor één document delen. In de hoop dat er nog meer documenten gedeeld gaan worden en op die manier studenten nog beter geholpen worden. Ja. Hey, Jantine, jij moet zo de groep verlaten, dus ik geef iedereen nog even de mogelijkheid om jou nog even iets te vragen over jouw business, de fietscouriers in Groningen. Ja, kom maar op. Zijn er vragen van de anderen? Ja, ik wil wel weten, of bijvoorbeeld in Amsterdam of andere steden jullie platform nu gebruikt gaat worden. En hoe hard het gaat. Zou zomaar kunnen. Want ik krijg ook gewoon van andere ondernemers de vraag. Kunnen wij de software gebruiken? Kunnen we Dropper hierheen halen? Er zijn veel steden in het buitenland vooral die vraag hebben. Ik denk dat we wel echt een vernieuwende oplossing binnen de stadslogistiek. En ik hoop dat we dat ook in Amsterdam en de Randstad kunnen veranderen. Zeker. En denk je dat Uber Eats bijvoorbeeld ook gaat... misschien een pivot gaat doen en denkt van dit ook gaan doen? Nou, het zou voor hun een hele slimme keuze zijn. Alleen zij zitten zo vast aan een bepaald businessmodel natuurlijk. En ook softwarematig daarop helemaal op ingesteld. En ik denk dat wij nu wel zover zijn dat wij heel snel een uitrol kunnen doen. Alleen daar moet je natuurlijk wel de mensen de middelen voor hebben. En daar moeten we nog wel naar op zoek gaan. En dat heeft Uber natuurlijk wel. Die kan dat in één dag doen, als ze dat willen. Ja, wat betekent die groei voor die aantal mensen, zeg maar? Moest jij fietsen inkopen, mensen inhuren, wat gebeurde, hè? Nee, we maken dus gebruik van andere bezorgteams. Dus bijvoorbeeld fietscouriers.nl of een Cycloon, misschien ken je dat wel. Dat zijn de grotere fietscouriers. Nou, die zitten ook in ons netwerk. Dus heb jij iets wat je wil laten bezorgen, dan kan je gewoon een drop toevoegen en dan vinden we iemand voor je. En of dat nou één pakketje is of 20 pakketten of meerdere maaltijden, maakt niet uit. En met die techniek kan je overal naartoe. Dus je stopt een paar restaurants in, een paar verzenders en een paar couriers en je bent al heel ver. Jij hoeft alleen de software draaiend te houden, begrijp ik. Ja, en vroeger waren we echt dienstverlener. Ja. Toen hadden we zelf mensen in dienst en we fietsten en we deden alles. En nu hebben we gewoon wel pakketten natuurlijk. Je kan klantenservice en zo bij ons afnemen. Maar eigenlijk zeggen we, ben jij een restaurant en heb je eigen bezorgers. Dat is heel mooi. Dan kom je bij onze platform en dan kan je ook voor anderen bezorgen. En je krijgt ook orders via het platform. Dus een beetje kruisbestuiving. Heerlijk deze dagen ook. Iedereen is thuis als je aanbelt. Dat lijkt me wel. Wat gek is, er zijn heel veel bedrijven dus dicht. Dus met het pakket bezorgen is best lastig. Ah, ja. Want mensen doen gewoon niet open. Dus we hebben wel veel meer pakketten in de hub liggen dan normaal. Maar ja, maaltijden. Nee, iedereen zit te wachten. Ik heb een paar keer gehad dat iemand in slaap was gevallen. Maar iedereen wacht op het leven. Ja.
Bezorgen nou nu zelf ook mee, en nu het zo druk is? Oh, sorry, pak hem even over, Marnix. Ja, sorry, ik ben wel benieuwd of je zelf ook inspringt, nu het zo druk is. Nou, ik ben vooral bezig met de software op dit moment, dus dat ook alles blijft werken. We moeten heel veel explanations maken, heel veel video's over hoe het allemaal werkt, om een restaurant snel te kunnen onboarden. Normaal gesproken doe je dat natuurlijk fysiek, dan gaat er een sales team naartoe. Dat kan nu niet, dus je moet alles online doen. Dus we zijn alleen maar bezig met heel veel content maken. Riverside.fm, zeg ik. Ja, nou, inderdaad. Goeie. Eén keer opnemen en dan hoppa, en iedereen sturen. Ja, nee, maar nee, ik heb vroeger wel heel veel meegefietst. Maar dat is nu, ja, dat is een beetje dweilen met kraan open, zeg maar. Ja. Riverside FM, Nadav. Ik zei in het begin, hè, van als je op jullie website komt, staat er eigenlijk dat jullie een podcast service zijn. Zie je dat eigenlijk nu 2 weken later nog steeds zo, of niet? Zijn jullie dat eigenlijk wel? Ja, zeker. Want aan de ene kant hebben we dus heel veel live shows. Maar aan de andere kant hebben, omdat wij de audio lokaal opnemen, kunnen mensen dus achteraf, per gast, kunnen ze de audio gebruiken en daar hun normale manier van editen toepassen. Dus op die manier, omdat we de audio ook lokaal opnemen, is de kwaliteit heel hoog, ongeacht van de netwerk van per persoon. Het ziet er echt net uit, hoor, man. Hey, als er 4 mensen zijn, dan neem je het. Dus wordt het lokaal op de computer van de persoon, van mij zeg maar, genomen en later bij elkaar gevoegd. Precies, dan heb je dus, krijg je achteraf 4 tracks los van elkaar en je krijgt 1 track, alles in 1 keer. Cool. Ja. Nou, ik zei het, het ziet er heel goed uit. Echt impressed. Maar ik ga wel even afsluiten. Dus heel erg bedankt dat ik even iets kon bijdragen. En heel fijn gesprek nog. Hey, hartstikke leuk. Okay. Dankjewel. En heel veel succes komende dagen. Dankjewel. Ja. Doei. Als we even de voorleeshoek erbij kijken. Voor jullie, en nogmaals, weet je wel, jullie hoeven allemaal niet te vertellen dat jullie het ook afschuwelijk vinden dat het gebeurt. Dat weten we allemaal en dat kunnen we de hele dag zien. Ik vind het fijn om ook af en toe weer gewoon eventjes iets optimistisch, vrolijkmakends te horen en te bespreken. En dat vond ik eigenlijk van die voorleeshoek, want ik kende het voor deze week. Toen dacht ik al van ja, weet je, voor kinderen hebben ouders eigenlijk altijd wel geld over. Hè? Of het nu de babykamer is of in dit geval kwalitatieve inhoud. Want anders gaan ze op YouTube zitten en gaan ze zelf zitten speuren naar al die inhoud. En wat ik toen ook dacht, ja, het is in mijn beleving, zeg maar, het is het is kwalitatief hoogstaande inhoud die relatief goedkoop is om te maken. Dus het is een gouden kist waar je mee begonnen bent. Ja, je kan het heel makkelijk produceren. We deden in eerste instantie 8 producties per week. Dus we maakten eerst 4 Nederlandse voorleesfilmpjes en 4 in het Engels. We hebben gewoon een studio in Amsterdam waar we, als een voorlezer komt, die maakt op een dag 16 voorleesfilmpjes. Dus je hebt eigenlijk heel weinig nodig. Je hebt niet eens een cameraman nodig. Je zet hem aan en je leest het kinderboek voor en dan ga je naar de volgende. Dus dat is eigenlijk heel makkelijk te produceren en heel snel. Dus we kunnen ook heel makkelijk extra talen toevoegen. Je moet alleen altijd opletten met voorlezers. Dus we hebben nu in Amerika wat gestart en dan werk je dan met een Amerikaanse voorlezer. Als we het in de UK willen doen, dan moeten we weer een ander zoeken. Ja. Dat is het enige. Maar als je het hoort, hè, dan wij zitten vaak met start-ups en die willen weliswaar schaalbare business hebben, maar ook het liefst een niet kopieerbare business. En ik denk, een ander kan ook nu beginnen. Hè, als Amazon zeg maar zelf alles gaat voorlezen, dan is het gevaarlijk voor jullie. Hoe kijken jullie daarnaar? Ja, het is wel gevaarlijk. Maar goed, je moet wel eerst de rechten allemaal binnenkrijgen van de boeken. Dus we werken met in Nederland nu met 18 uitgeverijen samen. En in Amerika volgens mij rond de 20 uitgeverijen. Je moet toch eerst in gesprek met al die partijen om boeken te kunnen voorlezen. Anders moet je het helemaal zelf gaan doen. Dus als we willen beginnen, ga je gang. Maar ik wens je wel veel succes om dat binnen te halen. Ja, vertel daar eens iets over die rechten. Want rechten is bijna, het woord is eigenlijk synoniem voor gedoe. Hoe moeilijk is het om rechten binnen te halen? In het begin was het wel lastig. Toen zijn we echt maar begonnen met 4 uitgeverijen en gewoon maar eens gaan praten met mensen. In het begin vond ik het echt wel moeilijk hoor. Nu komen ze eigenlijk zelf wel naar ons toe om samen te werken. Omdat ze zien dat het bereik groeit. Dus dan willen ze er eigenlijk ook wel tussen staan.
En wat we nu hebben, we mogen gewoon de verhalen allemaal voorlezen. We krijgen de print op de hoogste kwaliteit van de uitgeverijen. De cover wel een boek zelf natuurlijk om het voor te lezen. En dan kunnen we eigenlijk van start. Hoe verhoud je je tot andere e-books? Wat zeg je? Hoe verhoud je je tot andere diensten die je bij je e-books kunt voorlezen? Ja, e-books is echt wel anders, want het is allemaal luisteren. En wat wij doen is video. Dus dat is wel echt het grote verschil als je het vergelijkt met e-books of met luisterboeken. Je hebt soms ook wel functies waar ook wordt voorgelezen. Maar ik moet zeggen dat het echt wel anders is dan het product dat wij hebben. En het verschil is ook dat we klassieke muziek eraan toevoegen. Dus dat geeft ook wel net even een extra dimensie aan je voorleesverhaal. Betaal je daar dan ook weer voor? Ja, dus mensen betalen 4 euro per maand. En dan kunnen ze alles zien wat erop staat. Dus in Nederland hebben we 600 voorleesfilmpjes en in Amerika 400. Cool. En de uitgevers die verdienen lekker mee dan? De uitgevers die krijgen daar inderdaad sinds een jaar krijgen ze nu daarvoor betaald. Ja, eerst hebben ze het allemaal gedaan om ons te helpen. Oké. Ja. En de muziek Mark, die reageer weer via Spotify? Had jij aangegeven dat je ook redelijk op tijd weg moest, of niet? Nou, ik heb hele lieve kinderen en die wil ik eigenlijk even onderstoppen. Ja, en heel eerlijk, flette kindjes zijn niet gemaakt om binnen te zitten. Dus die hebben het al extra zwaar op dit moment. Ja, vertel eens, hoe gaat dat? Nou, mijn dochter zit dapper aan de e-boeken inderdaad. En er wordt wat meer gegamed. Maar die vinden het heel lastig om niet een sociale interactie met hun vriendjes te kunnen hebben. Dat is, ik verwacht dat dit veel langer gaat duren dan een paar weken. Ik zou me niet vermaanden als het maanden tot misschien wel meer dan een jaar is dat we in hoge mate zelf thuis aan het werken zijn en minder elkaar zien. En toen ik het daar met mijn dochter over had, barstte ze in haar uit. Dus die vindt het gewoon heel leuk om ook naar school te gaan. En dat sociale contact is zeker voor kinderen heel relevant. En ik denk dat dat video daar onwijs bij helpt. En als je dan ook nog eens wat interactie daarmee kunt hebben en af en toe een keertje live een schrijver kunt hebben die je zelf wat voorleest en dat soort zaken meer. Dus even met je opa en oma kunt skypen en dat soort dingen, dat helpt natuurlijk enorm. Ja, wij starten iedere dag de dag ook zo. Met even met elkaar bellen. Een andere vraag aan jou stellen als ras ondernemer. Ik had vanmiddag een discussie ook met iemand die zei, die voelde een beetje een dilemma. Kijk, jullie hebben allemaal initiatieven die goed gedijen bij de huidige situatie. Hè? Mensen voelen, laat ik het zo zeggen, er wordt heel erg verwacht dat je op dit moment geen geld moet verdienen aan de crisis. Dat is een beetje de stemming. Hè? Hebben jullie daar last van? Dat je denkt, ik wil dit eigenlijk gewoon goedkoop gaan aanbieden? Of zie je het als een, of helemaal gratis, weet je, dat je daarin mee gaat doen? Of zie je dit toch gewoon ook als een zakelijke kans, een innovatiekans, noem maar op? Wat ik zelf wel lastig vond, ik had een blogartikel geschreven over hoe je slimmer kunt thuiswerken. Dat hadden we 2 dagen van tevoren gedaan, zoals dat bij ons gaat. Dan wordt het geredigeerd, komt het online, social media, et cetera. En 2 uur daarna werd die landelijke maatregel werd aangekondigd. Het voelde een beetje alsof je aan het parasiteren bent op een of andere ziekte. En wij hebben bijvoorbeeld heel veel huisartsen als klant. Die heb ik vandaag aan de telefoon gehad. Sommige heb je huilend aan de telefoon. Ja. Omdat het gewoon, die hebben het op dit moment zo verschrikkelijk druk. En die kunnen niet naar klanten toe of naar hun cliënten toe. Die krijgen cliënten aan de telefoon waarvan ze zeggen, ja, ik moet je telefonisch helpen. Ik heb geen maskers, dus ik kan niet naar je toe. Nou, dat voelt voor ze zo ontzettend atypisch. En het waren niet 1 of 2. Dus dan voelt het heel dubieus dat jij weet dat we deze maand alleen op de telefoon niet tikken, bij wijze van spreken 20% meer omzet gaan doen. Dat voelt heel raar. Dus zeker omdat je daar het bedrijf niet om begonnen bent. Dus we zijn nu aan het kijken, moeten we bepaalde diensten gratis maken? Bijvoorbeeld onze conferencing module. Wij gebruiken zelf Jitsi om te vergaderen. Dat is een open source WebRTC team meeting tool. Moeten we dat misschien gaan aanbieden aan klanten? Wat een enorme servercapaciteit kost, maar dat zou ook nog iets zijn. Dus je gaat wel heel erg met elkaar kijken hoe je ook wat terug kunt doen. En op dit moment is het gewoon simpelweg, zorg maar dat die klanten gewoon bereikbaar zijn en kunnen thuis werken. Dat is voor ons hetgene wat op dit moment het meeste wat we kunnen doen. Zeg maar. Maar ik vind het lastig. Nou, dat lijkt me ook wel iets waard, toch? We willen gewoon in ieder geval zorgen dat je in de lucht blijft en iedereen kunt faciliteren. En dat alles gewoon doordraait. Dat lijkt me sowieso wel superbelangrijk. Ja, we hadden vanochtend iemand van KLM en dat krijgt dan bij ons. Een bepaalde diensten hebben ook, net als dat het RIVM dat heeft, hebben diezelfde prioriteitenlijst aangehouden.
Dus huisartsen krijgen prioriteit, de ziekenhuizen, bepaalde delen van de gemeente, vervoersbedrijven, et cetera. Maar het is een hele rare wereld. En ik snap dat wij er allemaal goed bij gedijen. Ik denk ook niet dat het erg is. Ik denk ook dat je dingen moet gaan faciliteren. Maar daar bewust mee omgaan. Ik had vandaag een mailtje van een marketingbureau. Die zeiden, ja, dit kunnen we nu mooi op inspelen. Nou, daar heb ik even teruggemaild. Doe even helemaal normaal. Joh. Dit kan gewoon. Ik had het bijna op Twitter gezet. Ik denk public naming en shaming. Daar zit voor mij wel de ondergrens. Ja. Herkenbaar voor de anderen? Elkaar. Ja. Sorry? Nee, ik vroeg of dat herkenbaar is voor jullie. Ja, de beslissingen daar zijn natuurlijk lastig. Sommige baten hierbij. En je moet allemaal maar even kijken hoe erg het nou echt is. Of het nu even 2-3 dagen piek is. Of dat het allemaal wel meevalt. Maar het betekent wel, als je meer ruimte hebt, kun je natuurlijk meer terug doen. Maar ik denk uiteindelijk is het allerbelangrijkste dat jouw service inderdaad online blijft. En dat je inderdaad, waar dus blijkbaar echt vraag naar is nu. Dat je dat weet online te houden. En dat iedereen er gebruik van kan blijven maken. Uiteindelijk run je bedrijf natuurlijk wel uiteindelijk ook gewoon om een bedrijf te runnen. En dat hoort er ook gewoon bij. Maar ik vind wel dat je zeker wat terug kan doen en tegemoet kan komen. Op het moment dat je onverwachts zo hard stijgt. Helemaal door zoiets ernstigs. Ja, het is natuurlijk uiteindelijk gewoon een kans. En dat is volgens mij vergelijkbaar wel met voor wat jullie ook hebben. Bij ons is dat echt wel zo. Ik zie het echt als, dit is voor mij de mogelijkheid om het echt goed onder aandacht te brengen. Want iedereen is hier nu naar op zoek. Ja. Je leeft ook waarde, hè? Dat is ook niet erg. En ik vind het ook heel mooi dat je zegt, we bieden het een bepaalde periode gratis aan. Ik vind dat heel erg, als je die ruimte hebt, is dat heel erg mooi. Ja. Ja, wat ik ook heel mooi zou vinden is... Als je kijkt inderdaad naar niet zozeer dat of je per se gratis zou moeten doen, maar je gaat nu ontegenzeggelijk ook groepen mensen krijgen die buiten de boot vallen en die dingen dus om andere reden gaan niet kunnen betalen of iets dergelijks. Of op een andere manier access nodig hebben. En ik vind het altijd mooi als je daar wel op kunt inspelen. Dus niet zozeer gewoon generieke dienstverleningen gratis gaan maken of iets dergelijks, maar juist specifiek kijken welke kansarme groepen hebben hier nu extra veel last van. En hoe kun je die nou ondersteunen? Met die, misschien iets heel simpels of iets heel kleins. Ja, klopt. Ja. Ja. Nou, het is, bij ons vind ik het ook dat je... wij bieden sowieso 80% gratis aan. Dus uiteindelijk help je in principe iedereen. Alleen er zitten wel bepaalde features achter die dan bij een freemium model wel achter slot de grendel zitten, zeg maar. Alleen dan is het ook alweer zo eerlijk dat als je kennis deelt, krijg je nog meer kennis terug. Dus dan heb je een beetje voor wat hoort wat. En als je dat ook niet hebt, dan kan je nog steeds die 80% gewoon gebruiken. En Mark, als je wil gaan, moet je gaan hoor. Ja, gewoon. Dus je hebt een met het gesprek. Ja. Hou er ook rekening mee. Kijk, als je zakelijke klanten hebt, dan ga je zo meteen ook zien. Je hebt nu misschien even tijdelijk aanwas, maar dan gaan zo meteen ook een hele hoop klanten gewoon het financieel heel lastig krijgen. En eventueel ook niet meer gaan bestaan. En ook dat gaat gewoon in de toekomst economische impact hebben. Dus je zou misschien nu even tijdelijk wat meer geld verdienen. Dat op de lange termijn blijven staan, dat weet je ook niet. En ik denk dat bedrijfscontinuïteit voor ons allemaal ook relevant is. En dat je daar dus ook best wel waarde mag bieden en daar geld voor. Maar goed, nieuwe tijden. Sterker met thuiswerken, één ding. Vergeet niet het informele aspect wat erbij hoort. Even met elkaar praten, 's ochtends even het koffiegesprek ook te faciliteren. En dat geldt misschien nog wel meer voor mensen die alleen thuis zitten en geen kinderen hebben. Die alleen thuis zitten te werken. Want die zitten echt wel heel erg alleen, merk ik af en toe. Dus... hou daar ook een koffiegesprek of het biergesprek. Het proosten. Santé. Fijne avond en veel plezier nog. Ja. Oké. Okay. Hey. Dankjewel, Mark. Bye-bye. En Nadav, jij zit er eigenlijk net iets anders in. In de zin van, je moet eigenlijk helemaal nog, beginnen. Ook met de business, zou je kunnen zeggen. Want bijna iedereen zit nog in zijn... is een proefperiode, denk ik, als ik naar jouw klanten kijk. Dat is toch de... Nee, we hebben wel echt al veel betalende klanten. Want je kan bij ons 30 minuten dus gratis opnemen, normaal gesproken. Dus dan kunnen mensen testen, maar daarnaast wel vrij snel dat mensen dan al eigenlijk al op betaalde versie gebruik moeten maken. Want voor ons is het ook, het video opnemen is ook best duur. Dus we kunnen het niet gratis aanbieden. Nee. En wat kost het? Voor mensen om te gebruiken? Ja. Het hangt er vanaf. Als mensen willen alleen een podcast willen opnemen, dus niet livestreamen, dan kost het €15 per maand. Het hangt ook van je uur af. Als je dan met inbellen wilt, dan is het een livestream ook. Zoals we nu aan het doen tijdens naar Facebook en Twitter, dan kost het €39 per maand. Ja. Is
merk je, wat mijn, kijk, podcast, het is, ik vind het zo een interessant fenomeen. Het heeft eigenlijk heel lang geduurd voordat het groot werd. Hè? En ik heb eigenlijk lange tijd nog gedacht van ja, weet je, voor mij wordt het nooit echt groot. Is dat een kleine groep mensen zit. Daar zat ik naast. Ik ben oud radiomaker. Ik dacht ja, weet je wel, toen internet begon was het eerste wat we gingen doen, was radioprogramma's online zetten. Is veel minder bandbreedte dan, de files zijn veel kleiner dan videofiles. Heb jij bestaande klanten voornamelijk? Mensen die al met podcasten bezig zijn, die voor de extra functionaliteit bij jullie komen? Of trek je nieuwe gebruikers aan? Goeie vraag. Dus we zien vooral, omdat we eigenlijk best veel doen, we zien en mensen die gewoon nu al sowieso radio maken, dat ze dan ook gebruik maken van onze dienst om dan online radio te maken. Mensen die podcasten willen opnemen, en gewoon die normaal gesproken naar elkaar toe gaan om een podcast op te nemen, die maken dan nu op afstand een podcast met ons. Maar we zien ook heel veel mensen die dan denken van, oh, dit is best wel cool, dat inbellen. Laat ik het ook eens proberen. Dus dat mensen die dan normaal gesproken een podcast doen, maar dat ze dan daarna ook gaan livestreamen en dat mensen kunnen inbellen met hun vragen via video. Ja. Dus we zijn nog in zo'n nieuw voor ons, dat we ook nog niet goed. Er zijn zoveel verschillende mensen die ons product op dit moment gebruiken, want we eigenlijk zoveel doen. Ja. En met hoeveel zijn jullie? Met hoeveel maken jullie deze dingen? Ik krijg deze vraag vaak. Het is alleen mijn broer en ik. Nou ja, dus, Je broer zit nu in een andere kamer ook een andere demo te doen? Nee, die is op de achtergrond. Die zit in Israël op de achtergrond de techniek te doen. Nou, nu voor ons is er geen techniek nodig, maar gewoon die is de hele tijd aan het programmeren. Want we zitten de hele tijd gewoon aan het verbeteren en kleine toepassingen. Ja. Hey, nog klein laatste rondje. Wat is voor jullie, ik begin even bij Marnix, voor de komende tijd, waar zit de uitdaging voor jullie bedrijf? Kijk, voor ons nu heel eventjes afwachten wat er gaat gebeuren. Wat ik al zei, Italië springt dus omhoog na eerst een dip gehad te hebben. In Nederland, België, Frankrijk, Amerika, eigenlijk overzien nu die dip. Beter dat zo meteen weer omhoog gaat. De uitdaging zit hem eigenlijk vooral bij de politiek in dit geval. En de universiteiten, gaan ze wel of niet nog examens geven? Als zij de tentamens helemaal gaan schrappen, dan hebben wij wel degelijk een probleem zometeen. Als de tentamens gewoon doorgaan, dan is er niks aan de hand. Dus eigenlijk ligt het niet in onze handen. En dat is ergens geen lekker gevoel. Maar ik was blij om te zien dat er vandaag voor eindexamenleerlingen de scholen wel doorgaan. Dus ik vermoed dat universiteiten dit soort dingen ook gaan doen, waardoor uiteindelijk studenten wel degelijk moeten blijven studeren. Het zou ook eigenlijk een beetje gek zijn als we studenten meer dan een maand lang niet meer aan het opleiden zijn. Dus ik denk dat het uiteindelijk gewoon doorgaat en dat voor ons niks uitmaakt. Ja. Heb je enig idee of je online kunt examineren? Of is dat, ik ken toevallig. Jullie is ook een keer bij jullie te gast geweest toevallig. Ja. Die heet Proctor Exam. Ja, klopt. Van Daniel Haven. Ja. Nee, klopt. Dus, gebeurt het veel? Niet dat ik weet. Volgens mij heeft het nu wel druk. Ja, het zou nu, nu zal de vraag naar zijn. En ik hoop dat het goed werkt. En het maakt mij niet uit uiteindelijk of ze natuurlijk digitaal dan wel fysiek een examen gaan afleggen. Zolang het maar gebeurt. Want dan gaat de educatie gewoon door in de hele wereld. En dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Als mensen niet samen mogen komen, dan is het natuurlijk handiger als je digitaal kunt een tentamen kunt afnemen. In plaats van fysiek. Ja. Anouk, waar ligt voor jou de uitdaging de komende periode? Ik moet zeggen dat ik de techniek wel spannend vind. Of dat allemaal zo goed blijft gaan. Er melden zich zoveel mensen aan. En dat is nog niet echt eerder gebeurd dat het zo extreem is. Dus ik ben regelmatig aan het kijken of het allemaal nog staat. Het is er nog geen enkele keer uitgevlogen. Maar dat vind ik, moet zeggen, voor de komende week vind ik dat nog wel spannend. Ja. Heel breed begrip. Welk specifieke deel vind je eng, capaciteit? En welk ik moet zeggen, wat ik gewoon wel spannend vind, is mensen moeten wel hun inloggegevens krijgen. Nou, dat gebeurt allemaal wel. Ja. Maar de ene keer komt het mailtje net wat later aan dan ik zou willen. Of de website er gewoon echt niet uitvliegt. Als het dan net wel een bepaalde blog staat, dat iets veel mensen tegelijkertijd aanklikken, dat het eruit gaat. Ik heb er contact over en iedereen zegt, maak je geen zorgen. Maar dat doe ik toch wel. Misschien nog niet helemaal. Nee. Het is in ieder geval een mooi probleem om te hebben.
Ja, ja. Dat is het probleem. Wij zeiden altijd, bij dit soort problemen trek je altijd eerst de champagne open, ga je daarna kijken hoe je het oplost. Toch? Nee. Ja. Ja, precies. En dan, waar ligt voor jou de uitdaging? Ja, het leukste is natuurlijk wel als ik iedereen persoonlijk ook eventjes kan laten zien hoe het werkt en even snel eventjes er doorheen loop. Dus het is eigenlijk gewoon de hoeveelheid aanvragen die we nu krijgen. Dat dan ook, want sommige mensen die willen toch nog even weten hoe het werkt en snappen sommige dingen niet. Maar ik moet zeggen, het gaat nog heel goed. Dus het is eigenlijk het enige, onze grootste uitdaging zou ik zeggen, is gewoon de hoeveelheid vragen of we dat aan kunnen eigenlijk. Ja. Maar qua techniek is het wel gewoon heel stabiel gebleken. Dus dat is wel een goed teken. Dus het is vooral van support, maar dat gaat eigenlijk ook nog wel goed. Dus Guido doet dan vooral de techniek en ik doe dan de support. En dat is het eigenlijk, mijn boer. Hey, en werken jullie eigenlijk allemaal zelf thuis? Of, Ja. Marnik? Ik wel. Ja, ik zit thuis. Nu ook. Ik vroeg me af, komen jullie ook helemaal niet meer de deur uit? Of gaan jullie nog gewoon ommetje? Of wat doen jullie? Ik ga wel naar buiten. Gewoon gepaste afstand. Ik loop ook nog wel een rondje buiten. Ik loop dankzij de hamsteraars soms 3 keer in dezelfde supermarkt. Nou, jullie gaan wel naar de supermarkt? Ja, ik woon in Amsterdam-Noord, in Durgedam. En hier kan je heerlijk wandelen, rennen, buiten lopen. Ik ga naar de supermarkt. Over een half uurtje moet ik naar Hilversum, naar het Oog op Morgen. Ik doe gewoon wat ik moet doen. En verder ben ik zoveel mogelijk thuis en probeer afstand te houden. Nou, ik schrijf hits. Daar horen jullie binnenkort veel meer van. Mooi. Dit klinkt een beetje als het nieuwe boek van Juri Vergeest. Ja. Ik hoop maar dat hij niet meekijkt dan. Ja. Ik hoop hem wel. Dat weet ik binnen 3 seconden. Gaan jullie nog... Ja. Hey, maar gaan jullie nog naar de supermarkt? Ja. Vroeg ik me nog ook nog af. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Meerdere keren per dag, ja. Hoor. Ja. Ja. Nee, maar het zal wel moeten. Het was wel leeg. Het was wel leeg. Ik niet. Ik laat het gewoon bezorgen. Ja, maar dat praktisch al die slots zijn vol. Dus ik zou het wel willen laten bezorgen. Ja. Maar het is in de maart kan je terecht bij de Albert Heijn. Nou, ik moet zeggen, ik had geluk. Ik had in het weekend besteld en ik had het vandaag al binnen. Oh. En ik kon dan geen pasta. sommige pasta was uitgekocht en tomatensaus. En rijst, maar voor de rest heb ik wel alles binnengekregen. Ik was vandaag bij de BCC en daar waren de vriezers gingen hard. Het is zo'n gekke tijd. De schermen, de beeldschermen en computers en gameconsoles. Dat waren de dingen die daar allemaal hard gingen. Ja. Dus jullie heel erg bedankt voor dat je er wilde zijn vanavond. Jullie hebben het allemaal hartstikke druk, dus fijn dat je even wilde vrijmaken. Ik vond het interessant, leuk. Dus grote dank en tot de volgende keer. Is goed. Ja, jullie bedankt. Dank jullie wel. Fijne avond. Bye. Bye.